als eerste zal ik zeggen dat ik het ontzettend leuk vind dat we hier uiteindelijk staan. We zijn al 2 jaar bezig. En Harm Jans, ik ben staan in Jeanette. Die zijn bij ons in Kolen in Silicon Valley. 2 jaar geleden. We hebben een gesprek gevoerd van kunnen we iets vinden om samen te werken? Want in Nederland zijn we dus heel erg geïnteresseerd om de autonome auto met de infrastructuur kan samenwerken. En ja, toen heb ik gezegd van nou, dat vind ik ontzettend leuk. En dat zijn we gaan doen. En dan hebben we een student uit Delft hebben gehaald. En heeft, een jaar lang hebben we data van hier van de provincie bij ons in Silicon Valley simulaties gedaan, machine learning technieken uit toegepast. En is uiteindelijk gelukt om een algoritme te vinden om dus de traffic lights in Nederland te kunnen predicten. Van 30 seconden voordat je er bent, 15 seconden, 5 seconden. En wat we nu laten zien is hoe we dus de informatie van het verkeerslicht gebruiken in het autonome systeem van de auto om te communiceren en te beslissen wat we kunnen doen. Om misschien om te vragen van kan het licht wat langer groen blijven zodat ik door kan, of als het niet kan dat ik mijn plan verander en misschien een andere richting rechtdoor ga en dan linksaf. En dat laten we nu zien hoe dat echt werkt. En als we dit dat hebben we geïmplementeerd en dan gaan we het dit jaar gaan we dat in Silicon Valley doen. Echt proberen op dezelfde weg die je hier nu zo meteen zal zien in de simulatie. En dan komen we hopelijk terug naar Nederland met onze auto's en zo in de provincie en rond echt laten zien dat dat ik vind dat ontzettend leuk. Ik zeg al, de collaboratie is een win, gaat alleen maar goed als er een win-win is voor beide kanten. En ik vind dat ook bij deze collaboratie is het ook zo. Het is een win voor Nissan om te laten zien dat onze technologie werkt. Het is een win voor de provincie om te laten zien dat hun technologie werkt. En perfect public-private. Dankjewel. In aanvulling erop, ja, ik ben natuurlijk super trots dat met de gegevens uit Nederland jullie een systeem ontwikkelen om in de Verenigde Staten beslissingen te nemen over autonome voertuigen. Wat heel dat het voertuig die beslissingen kan nemen. Nog veel mooier is natuurlijk als jullie weer terugkomen zodat die auto ook in Nederland kan rijden. Ik ben er trots op dat wij kennelijk verder voor oplopen wat dat betreft dan men op dit moment in de Verenigde Staten doet. En ik hoop natuurlijk dat dat zo blijft. En als je verder kijkt op de stand, dan zien we dat we wat dat betreft nog veel meer doen. Een van de belangrijkste projecten die we het afgelopen jaar geïmplementeerd hebben, is bijvoorbeeld een project waarbij we de bedientijden van bruggen afstemmen op die van het autoverkeer. Zodat schepen in konvooi kunnen doorvaren, maar er rekening gehouden wordt met het openbaar vervoer en hulpdiensten. Dat heeft ertoe geleid dat en het scheepvaartverkeer sneller doorvaart, maar ook het autoverkeer minder brugopeningen te werk heeft gekregen. Zo zijn wij op allerlei terreinen, ook bijvoorbeeld met de praktijk van Amsterdam, waar je achter nog meer informatie over te krijgen, op allerlei terreinen bezig om ervoor te zorgen dat de infrastructuur die we hebben met de bestaande technologie zo goed mogelijk benut wordt. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat als je terugkomt, Maarten, met de auto om het in de praktijk te brengen. Gaan we? Ja, die gaan we. Ik ga er niet aankomen.